Goedenavond, dames en heren. Vandaag is dinsdag 9 uur geweest. En om 9 uur gaan we dan altijd verder met het programma 12 uur lo. Ik ben Makeda Ja. En zoals altijd ben ik hartstikke blij om hier te zijn voor Char Aposkopu Waka Go Moro Fara. Dus tangi 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 alasma die dit jaar voor Arki A uitzending en voor volg A Boskopu sa mi abi voor Chari. Voordat ik begin ga ik altijd natuurlijk naar wat heb ik afgelopen week behandeld. En afgelopen week heb ik behandeld de twee stages van ideologische ondermijning. We hebben afgelopen les of afgelopen uitzending hebben we de twee eerste stages demoralisatie en destabilisatie behandeld. En vandaag wil ik behandelen crisis en normalisatie of het cementeren wat wij noemen voor ankara. Waar een bepaalde gedraging, waar een bepaalde brokkel gedrag, wat uiteindelijk het resultaat is van ideologische ondermijning. Ideologische ondermijning is dat wat met ons voorouders is gebeurd en waar wij nog steeds heel erg veel last van hebben. We hebben er zoveel last van dat het zelf in ons fysieke hormonen, hormonale, emotionele, spirituele, eigenlijk alle lichamen die je als mens kunt hebben. Daarin is opgenomen eigenlijk de pijn en het gevolg van ideologische ondermijning. We hebben het daarvoor gehad, voorgaande uitzendingen hebben we het gehad over epigenetica. En we hebben het er ook over gehad dat wij ook een epigenetische lichaam hebben. Wij gaan steeds dieper en dieper ingaan op wat met onze voorouders gebeurd is en hoe diep eigenlijk de gevolgen, de consequenties daarvan zijn op al onze lichamen. Op ons hele zijn. Ideologische ondermijning is een middel van psychologische oorlogvoering. Het is een middel om het geloof van de massa. Is een middel om het geloof van in ons geval 12 Ulo Akriore Osso te veranderen. Het verandert onze kijk op de realiteit. Het is een aanvallende techniek. Het is hostile. Het is vaak wordt gedaan vanuit de intelligence services. De CIA, FBI, Mossad, dat zijn allemaal intelligence services. Dus als ik het heb over een intelligence services, dan heb ik het over een organisatie georganiseerd, in georganiseerd verband werken om een doel te bereiken. En dan het woord intelligence zegt al. Dus men gebruikt intelligentie, intelligente techniek. Men werkt samen en het is een service die eigenlijk gefund wordt. Men maakt veel van gebruik van misinformatie, misleiding, dwang. Men gebruikt alles wat eigenlijk nodig is om het doel te bereiken. Het is een politiek systeem. Het is een aanvallend systeem. En het wordt gevoerd op psychologische niveau, op psychologische level. Men destabiliseert en ondermijnt een hele ideologische structuur van een natie. Net zoals men in het Midden-Oosten de Mohammedanen of de moslim, die hebben hun ideologie. Zo had 12 Ulo ook zijn ideologie. Wij hadden een ancient, een heel oeroude, prehistorische manier van
kijken tegen eigenlijk het leven aan. En wij verdeelden het leven niet in delen, maar we keken tegen het hele leven aan als volledig. Het ultieme doel van ideologische ondermijning is een complete instorting van een beschaving. In dit geval de ancient 12 law. De ancient, de oude beschavingen die men allemaal nu niet meer echt bespreekt, omdat men een lijn trekt vanaf de Grieken. Alles wat men niet wil bespreken noemt men prehistorisch. We hebben de vier stages van de ideologische ondermijning genoemd. En afgelopen week hebben we demoralisatie, destabilisatie behandeld. We hebben aangegeven dat we hebben gekeken naar wat eigenlijk moraliteit betekent. En daarna hebben wij gekeken naar wat zijn, of wat betekent eigenlijk stabilisatie en destabilisatie. Ik ga dat vandaag niet opnieuw behandelen. Wat ik wel ga doen, is verder gaan met crisis en het cementeren of normaliseren of standaardiseren van het gedrag wat komt nadat men gedestabiliseerd en gedemoraliseerd is. Wat is crisis? Wat is een definitie van crisis? Crisis, crisis, meervoud, is een zware noodsituatie waarbij het functioneren van een stelsel ernstig veroorzaakt wordt. Twaalfulo had zijn stelsel. In dat stelsel wisten we wie onze cabras waren, wie onze winties waren. Onze winties waren verdeeld naar umananga manko vonanga winti, want asogron tapuseti, mang, uma, aspect is in alles terug te vinden. Een crisis is wanneer je het stelsel van geloof, van levensovertuiging, van een natie laat instorten. Als je het laat demoraliseren, als je demoraliseert en je destabiliseert. Zo'n natie, zo'n groep mensen, dan belandt zo'n groep in crisis, in een zware noodsituatie, in een ernstig verstoorde manier van leven. Het woord crisis heeft in ons heeft eigenlijk een hele negatieve lading. Een ander woord voor crisis is alarmtoestand, crisissituatie, noodgeval, noodsituatie, noodtoestand. Dat zijn allemaal andere woorden of synoniemen voor het woord crisis. Andere woorden die ook ermee betrekking hebben zijn depressie, een teruggang, terugval, een inzinking. Zo'n volk komt dan in een depressieve staat of een inzinkende staat van zijn. Hoe herken je een crisis? Een crisis merk je aan het gedrag van mensen. Men gaat zich anders gedragen dan voorheen het geval was. Men gedraagt zich in een geval van waar je ernaar kijkt, dan zou je zeggen van dat gedrag is eigenlijk ondraaglijk lijden. Men is ontredderd. Men voelt zich afgesneden van anderen. Omdat men afgezonderd zich voelt van de rest van de wereld. Men voelt zich machteloos, onzeker, angstig en verdrietig. Dat zijn allemaal kenmerken van mensen die in crisis verkeren. Ontreddering, machteloosheid, broeia. Da digge digge. Na absin moro. Omdat alles om je heen is nieuw, alles is onbekend.
sta i ben guintif doet ne demoro. Dus je moet je helemaal overnieuw gaan bezinnen op alles wat je dacht te weten. Er zijn heel veel gevallen in de geschiedenis, in Amemreboko, waarin wij terug kunnen zien dat onze mensen heel vaak, als het ware, in crisissituatie, bewust door andere naties, door andere, als het verhaal van de Maccabeeën in die Memreboko laat zien dat het heel vaak voorgekomen is in de geschiedenis dat Twaalfulo in crisissituatie terecht is gekomen door oorlogen, door samenwerkende partijen die ervoor gezorgd hebben dat Twaalfulo niet langer zijn manier, haar manier van leven mocht uitvoeren. We mochten niet leven zoals de God of Uno, Ben Tijgi Uno, dat ons belibi. Alles is in het werk gesteld dat Uno moest ben trefu, de regels voor Uno. Dat Uno no ben mag ambegi, dat aanwijzen zijn beden naar Uno. Cultuur. Heel veel is er in het werk gesteld voor broko Uno, cultuur. Voor demoraliseer de Uma, de Mang, de instituten. Voor demoraliseer de Uma, de Mang, naar onze zeden, de Gwenti, sa unben Gwenti, afasi, fa unben Gwenti, voor Libi. En dan, als je gedemoraliseerd, gedestabiliseerd bent, dan heb je alleen maar onzekerheid, machteloosheid, angst, verdriet. Want je bent overgeleverd aan de andere mensen die dan nu de baas worden van alles wat bekend was bij jou. Hoe ontstaat crisis? Je hebt verschillende crisis. Economische crisis kan verschillende oorzaken hebben. Crisis dat je honger hebt. Crisis wanneer plotseling het vertrouwen in de economie wegzakt. Crisis wanneer er oorlog is. Wanneer een pandemie uitbreekt. Dan kom je als groep, als collectief in crisis terecht. Wat is het tegenovergestelde van crisis? Het tegenovergestelde van crisis is bloei. Teo gro. Teo te alasan de boom. Dan ga je bloeien. Het woord crisis, de bron van het woord, de etymologische bron ervan, waar het woord vandaan komt. Het komt van Grieks. En het betekent scheiden, schiften, beslechten, oordelen. Wij zitten al heel lang in crisis en wij komen van de ene na de andere. Van de ene uit de andere crisis. Het lijkt alsof we al vanaf patriarchie, vanaf Agado Kontrom Wamansma, alsof alle oude culturen bij Oemanangamanga do Bende allemaal in een crisis zijn beland. Tot rem zijn gekomen. En nooit meer hetzelfde zijn geworden. Tot nu, dat de wereld nu gedwongen wordt om tegen de geschiedenis aan te kijken. Zodat we kunnen kijken hoe het komt dat wij vandaag aan de dag in de situatie op aarde zitten waar we niet langer op dezelfde manier door kunnen gaan. En om iets op te lossen moet je teruggaan in de tijd. En dat is wat we trachten te doen met deze uitzendingen. Zodat we het tegenovergestelde kunnen krijgen.
van crisis, dat we kunnen bloeien. Want Anana heeft het ook gezegd. Grondapu kan praxeert dat door Baroko de Mchin van Anana. Maar de temperatuur of a thermometer voor Grondapu is dan in een anno voor de Mchin voor 12 voor lo. Crisis is dus de derde stage, de derde fase van ideologische ondermijning. De vierde fase, ik ga nog zo meteen verder over, dieper ingaan op crisis hoor. Want crisis is niet, dit zijn alleen maar korte definities. Maar ik wil ook even de vierde fase of de vierde stage van ideologische ondermijning benoemen. De vierde fase van ideologische ondermijning, afadong, futwaal, fullo. En anuwalis noemen om fadong. Want we fadong, de afolloksamik u fadong, anana is traving. Maar dat unusrevi, ekisunusrev baka. Dat te aigobu nanga unu, dat mine sapsa we do. Dat we fadong baka, maar anana taki, de volkru. San bless uno de sa fin blessi baka. Bika gruntapu. Ap akoni nanga asabi fanodu. San kibri indem ching fu 12 fu lo. A oso fa na nafke jaman ke jampong. Dape koni nanga sabi de. Na inde oru bribi strukturu. Koni nanga sabi sdom. Want akoni nanga sabi fu a strukturu insa unde no. Dat na structuur voor de Grieken, na de Romeinen, waar allemaal een eschino in grondtapu, dat na een vastvading etja grondtapu baka, uno redding in grondtapu, u apwang tra structuur van nodig, u abas structuur van nodig, zijn de natuurlijk aangepast, tap alibijaso, tap mama aarde. Een natuurlijke manier voor mama aarde. En niet bang kunstmatige bij alasani na zo het mannelijke. Want het mannelijke alleen is voor 50%. En ik van de bigisma pot in den boeken dat de Grieken kies leren voor de ouro agent, bribistructuur, levensovertuigingen. En dat ding, tiki sadewani, puru sadewani, bika fudensrevi dina be abi. En dan fu puru en poti en mek je egi structuur. En liep wambumbiki deel weg. Een heer vrouwelijke deel, be onderbewustzijn en be alle herinneringen voor grondtapu schrijven. If je laat dat weg. Dat je ervaren zonder je nou een boto. Ze ervaren zonder ankra. Bika voor Libia vrouwelijke aspect voor grondtapu voor a kosmos weg. Na voor Libia weg. Leven. We gaan terug naar de vierde fase van ideologische ondermijning. De vierde fase van ideologische ondermijning is normalisatie. De betekenis van normalisatie of standaardisatie is een proces waarbij iets wat afwijkt als normaal wordt gemaakt. Op dit moment is het een goed voorbeeld als we bijvoorbeeld kijken naar de transgenderbeweging. In die transgenderbeweging zeggen biologische mannen dat ze zich niet mannelijk voelen. Dat ze het mannelijke, goddelijke niet voelen. Maar dat ze zich vrouwelijk voelen. Iets wat niet biologisch is, dus biologisch zijn ze mannen. Maar sociologisch voelen ze zich vrouwen. Maar je kan de biologie niet veranderen. En hoe je je voelt heeft niks te maken met je biologie. Dat is een sociologisch aspect van jou. De biologie is
het natuurlijke in jou. Maar wat je ziet is dat men de hele wereld als het ware, of niet de hele wereld, maar het Westen, wil dwingen om dat wat biologisch is, en waarvan dat wat zegt van ja, ik ben wel dat, maar ik voel me dat, dan wil men trans biologische mannen, trans vrouwen gelijkstellen aan biologische vrouwen. En dat kan niet. Nou, dat is eigenlijk een goed voorbeeld van normalisatie. Dus iets stellen dat het is wat het is, terwijl wij allemaal weten dat het niet zo is. Dus normalisatie of standaardisatie is een proces waarbij iets wat afwijkend is, normaal wordt gemaakt. Het doel is dat men dus als het ware afspraken wil maken van ja, een vrouw is een vrouw ongeacht of ze een baarmoeder heeft en eerst een biologische man is, maar omdat ze geopereerd is en men van alles heeft gedaan, is ze nu een vrouw. Maar de biologie zegt anders. Maar omdat ze heel veel vrouwelijke hormonen heeft toegedaan gekregen, de ademsappel is weggehaald, een penis is geopereerd en het is nu naar binnen gestopt, waardoor er nu een vagina is, een wond, wat altijd het hele leven lang behandeld zou worden. Nu is het een vrouw. Het kan geen kinderen krijgen, het zal geen borst krijgen waar melk uit wordt, maar het wordt nu een vrouw. En iedereen moet het een vrouw noemen, want anders word je gecanceld. Anders zijn er penalties. Nou, dat noemt men dus normalisatie of standaardisatie. Men wil als het ware reorganiseren de definitie van wat een vrouw is. En dat kan niet. Dat kan natuurlijk niet, want biologie kan je niet overrulen. En je ziet het gelukkig steeds meer, gelukkig. Je ziet steeds meer filmpjes van mensen, mannen die dan zo'n reorganiserende of trans operatie hebben ondergaan, die dan aangeven dat ze er eigenlijk, er zijn voldoende die zeggen dat als het aan hun ligt, ze het terug konden draaien. Maar dat is dus normalisatie van iets wat niet was. En men wil dan dat je het als gaat zien zoals we zij dat zien. En hieruit ontstaat dan een soort van norm. Een norm is een bundel aan afspraken of een bundel met afspraken waaraan iedereen zich dan moet gaan houden. Dus als dit lukt, dat de trans vrouwen, hè, de biologische mannen, zeggen dat iedereen hen nu vrouw moet gaan vinden en de hele wereld gaat erin mee, dan is dat dus een gelukte normalisatieproces. Dus normalisatie is een proces waarbij mensen ideeën en gedrag als normaal en natuurlijk gaan beschouwen wat voorheen niet zo was. Standaardisatie is het opleggen van een bepaalde norm of standaard. Dus je komt met elkaar overeen van nu betekent dit zo. Vanaf nu is dit. En wij allemaal vinden dat, dus vanaf nu is het zo. Met standaardisatie, als je het standaard maakt, dan zorg je ervoor dat mensen niet terug kunnen vallen naar hun oude manier van zijn. In heel veel momenten in die Mimrebuku kunnen we teruglezen dat de mensen van Twaalfulo hun goden niet mochten aanbidden. In de Griekse tijd werden mensen van Twaalfulo vermoord als ze hun feestdagen vierden. Noem het de Inquisitie. Noem het hoe je wil. Maar Twaalfulo is niet voor niks haar taal, haar goden, haar vorm, haar manier van aanbidden, alles wat haar Twaalfulo maakt, is ze niet voor niks kwijtgeraakt. We zijn het kwijtgeraakt doordat wij vermoord werden
Men heeft alles gedaan dat uno ben trefu den God of uno. Uno mag ben kar un gado ning. Uno mag ben vier om feesten. Uno mag ben tja uno offers. Uno mag ben doen niks. San den bigis maf uno ben doen. Want we waren heksen. We waren tovenaars. Er werd van alles gedaan om ervoor te zorgen dat uno no bemang libi afas fa anana pot uno ja fu libi tap grontapu. En afas fa uno twaal fulomus libi na grontapu. Nadat de umasma, na de edemang, daar waar het gaat om magie. Daar waar het gaat om beheersen van de elementen. En mannen die in tune zijn met hun vrouwelijke aspecten. Want de man is XY, heeft het mannelijke en het vrouwelijke in zich. Maar het vrouwelijke, dat was erop gericht dat het vrouw zijn met onze realiteit, de aspecten die onze natuur opbouwen. Magie is iets vrouwelijk en magie is het domein van mama Aiza. En 12 vrouwen, den pot jaso tap grond tapu, lek Aiza Piching, Aiza Uma, als een uitstraling van het vrouwelijke, als een representatie van mama Aiza en alle elementen. Alle elementen die onze wereld hebben en voorstellen, die luisteren naar een vrouw die in haar Aiza zijn is. En het mannelijke, de mannen van 12 Fulo, hebben als magie dat als zij in tune zijn, de netrefu de srevi, de orde fasti, dat zij woorden, want zij zijn de macht van de mannen van 12 Lol ligt, dat zij mensen kunnen bereiken met woorden. De beste sprekers om mensen mee te nemen, om mensen tot vervoering te brengen. Naar de maf 12 Lol, naar de maf 12 Lol, bij ab a koni, naar a jeje, voor taki, voor overtuig, voor tjawamboskopo waka. En a combinatie ben de uma nangamang. A uma, etja waka, grontapu, nanga ala de yeye, bika mama Aiza, na mama fi yeye. En papa fu winti, na a papa sa, e tjar e magi, tap libisma, etja raboskopo waka. En dat na a tandem, dat na a samenwerking voor een mama en een boy, voor Aiza en een boy, voor een oma en een man. En dat bede was dat niet. Ze hadden broken tijdens de inquisitie. Tijdens de inquisitie den kiezen voor oma's. Dat na een ideologische ondermijning. Dat na ideologie staat in broko. En hoe meer je gaat lezen, hoe meer je gaat zien hoe doelbewust dit is gebeurd. Omdat sma ben vrede. Dat Avroko staat 12 lomos ben doe in grondtapu. En kan dit ding abedeso dat om in voor 12 lo. Misbruik a verantwoord sa anana pot na den tapu. Want we zien in Grondtapu dat Amerika kies zo voor om actief te doen voor een wangado nomote. Maar Amerika misbruikt een positie. Kan dit dat ook toe ben de wansani samsananga 12 lo. Mek omen nazi bondruko makandra voor broko amakti voor 12 lo. Tide. Maar aten kon draai a cirkel de volledig. En 12 vlo moest ik impressie bakken. Mang, nanga uma. Ik zie dat ik veel praat. Maar ik wilde dit vandaag gezegd hebben.
De volgende keren zal ik steeds dieper en dieper ingaan op dat wat ik nu gezegd heb, de rol van de Umasma. Aan Aisha Poko, aan Biggie Aisha, want dat doet de hele wereld. Ook de paus en aan Biggie Aisha. Er zijn voldoende foto's die laten zien dat de paus en Biggie Mama Aisha en aan Biggie Tata Yao. Als je op mijn YouTube kanaal kijkt, dan zie je dat ik foto's zet van Tata Yao en Mama Aisha. Andere mensen noemen er Horus en Isis, maar wij, Krioren Oso, zeggen een nafke jamanke jampong. En daarin zitten Mama Aisha en Papa Fuwinti. Om terug te komen, denken, thinking, denken, is een vrouwelijk aspect. En het is niet voor niks dat onze voorouders voor ons hebben achtergelaten. Dat als je een vrouw kennis geeft, als je een vrouw opleidt, je geeft haar wijsheid, dan heb je dat gedaan eigenlijk voor een hele natie. Want een vrouw wijsheid geven, ze zal het zeker doorgeven aan haar kinderen. Als ze nou moeder is, of als ze nou oma is, of als ze nou ninne is of affo. Informatie, kennis en kunde, wijsheid zijn vrouwelijke aspecten van het leven. En omdat de vrouw de verpersoonlijkheid is van het vrouwelijke aspect van het leven, is de vrouw belast met het doorgeven van kennis naar haar nageslacht, ongeacht of het mannelijk of vrouwelijk is. Vandaar dat voor ons, Twaalfulo, voor ons mensen met een oeroude levensovertuiging, het symbool van de kosmos is een moeder met haar zoon. En dat is wat wij noemen een unity. Want in het goddelijke is er geen onderscheid, is er geen scheiding van het mannelijke en het vrouwelijke. Sterker nog, toen alles nog één was en die eenheid, die unity wilde scheppen, toen ontstond het mannelijke en het vrouwelijke. Maar omdat ze altijd samen waren, zegt men niet welke de eerste of welke de tweede is geweest. De gedachte en het verlangen was er om kinderen te krijgen. En dus scheiden de twee zich en was van één ineens twee. En mama Aisha en onze voorouders hebben voor ons achtergelaten, papa Wintje zegt het ook. In het mannelijke herkende de eerste bij de afscheiding, herkende het mannelijke al het vrouwelijke wat tot in de eeuwigheid geboren zou worden, omdat ze ooit samen waren. En het vrouwelijke herkent al het mannelijke tot in de eeuwigheid, omdat ze samen waren. En in die omstrengeling en in die brasa die mama Aisha en papa Winti elkaar gaven, hebben ze in die brasa alle mannen en alle vrouwen omhelst die hun kinderen waren. Dus Twaalfulo, die is opgenomen in een ideologie wat niet van haar is, moet terug naar huis. En zoals de Wintines hebben gezegd en in die Bimbreboeken is achtergelaten, dat hij jou heeft het gezegd, alles wordt vergeven. Behalve als je zijn moeder disrespecteert. Mama Aisha ontkennen. Mama Aisha van haar plek denken te beroven. De Wintjes hebben het gezegd. Sama Obutu. Sama Musfu Butu. Bikaina Kampoor.
mamaf grom tapu. En dat imik wa religie. Sa anawa levensovertuiging. Pe imik ala umaf grom tapu. Broko. Butu. Voor die poor mama Aisa. Uit grom tapu. Voor bribi structuru. Voor de umpoor mama Aisa. Voor ambiki. En umpoor en tapu presi. Winti zeggen het. En het staat geschreven. En tata jou zegt het ook in die Bimbra boek. Sama mus voor butu. Voor die si. Denken is een vrouwelijk eigenschap, omdat het onderbewuste van de mens het vrouwelijk aspect is van het leven, van spiritualiteit en van psychologie. Filosoferen is denken, om te veranderen en terug te keren naar huis als 12 Foulot, zullen de vrouwen hier een voortrekkersrol in moeten spelen. We moeten teruggaan naar onze moeder. En als filosoferen denken is, en denken begint met een vraag, met een gemis. Denken is een bewust proces waarbij men een voorstelling, een herinnering of een idee pakt en het vorm geeft, zonder dat er directe stimulus is door de zintuigen. Dus ai jesi nofo mofo. Sting in afmeri shi as donkba in unusella. Herinnering voor den kom, voor den cabra de archetype of uno, ala den bigisma of uno vanaf a fossi committide, as doin ala den cella. Alla fan san bouwen in grondtapus doin uno, want uno meklik laatste. En alla malafa mek nou fissi. Alla fan sa de man uno man. En in a ontwikkeling sa we ontwikkel. As da uno. Van we ontwikkelen. We kunnen even ons door in een vader zo staan. In zo'n woorden. Dan worden we wel dieren. Of iwan kring. Of u abif kring. En dan een takkie. A oma's man naar Aisa. En dat dit als daar de man. Voor bepaal. If doga oma's man. A rol voor pari a poto. Bika gro sdona a uma lek fa ama e bobi em ching ap ching e kanti doine ma ay soy ga bobay lukine ma na so agronta podis mus don baka na a bobi fu ama sodat un kan drink a nectar fu wijsheid baka fu mama Aisa en om dat denki na nga filosofie na wa umas ma ken merk. En mama Aisa naar een oemasma as doen. Wil ik eigenlijk alle oemasmas roepen om weer je plek te nemen en oor je post te bakken in je gezin. Filosoferen heeft te maken met denken. Dat gebeurt in taal. Vrouwen en taal, die twee zijn bijna synoniem. En niet alle denken is filosoferen, maar het denken wat overeenkomt met onze aarde, onze natuur, de kosmos, de wetten van onze kosmos. Die denken en die vorm van denken, dat hadden de oude beschavingen en de oude levensovertuigingen. Als men nadenkt, dan is men aan het vast, is men aan het afwegen. Is men aan het spiegelen, beraden, men is aan het bezinnen, je bent aan het broeden. Je denkt door, je herkauw, je spite, je njamembaka, je mediteer, je mijmer, je overpeint, je overweeg, je praktiseer, je reflecteer, je speculeer. Je staat stil, je theoretiseer, je bedenkt en je bezint. Dat zijn vrouwelijke aspecten die in mannen en in vrouwen voorkomt. En als je denkt, daarna ga je voelen. En als je voelt, dan word je het. Denken doe je in je hoofd, met je hersenen. Denken doe je ook
met je geest. En onuna jeesma. Voelen doe je met je lichaam. Je lichaam heeft ook zijn eigen geheugen. Ons brein kan niet voelen. Maar ons brein geeft wel de opdracht aan de cellen in ons lichaam, zodat zij een gevoel kunnen produceren. En gedachten, die spelen zich af in het bewustzijn. Maar ze worden gevoed vanuit ons onderbewustzijn. Door wat we zien, door de informatie die we opslaan in onze hersenen. Bewust en onbewust in onze geheugen. Kunnen we alles wat we ooit gezien hebben en alles wat we ooit meegemaakt hebben vanaf Afossi voor Uno, natuurlijk een laatste voor Uno, Unkankar in Kombaka. We hebben het vaak genoeg gehad tijdens de uitzendingen over epigenetica. En daar hebben we gekeken naar de negatieve aspecten van epigenetica. En dus weten we dat niks verloren is gegaan. Geestelijk weten we dat alle informatie in de Akasha recorden zit. Maar wat ze ons niet verteld hebben, is dat mama Aisa de sleutel heeft van de Akasha recorden. En dat in onze DNA de Akasha recorden ook aanwezig zit, energetisch opgeslagen. En met epigenetica komen we steeds meer erachter hoe we ervoor kunnen zorgen dat de dingen die we geleerd hebben, dat we dat gaan ontleren, zodat we de gelegenheid krijgen om weer te linken met onze windies, onze cabras en onze voorouders. Om dat te doen, zullen we steeds meer informatie moeten krijgen over patriarchie. We zullen terug in de tijd moeten gaan naar toen God een vrouw was, mama Aisa was en door iedereen erkend werd als mama Aisa en dat ze op haar plek zat en haar kroon had met haar manboy op haar schoot, zoals ze nu nog steeds wordt aanbeden in het Vaticaan in Rome. Ik zie dat het tijd voor mij is om aan het einde te komen. Ik ben Makerea, zoek me op YouTube, want ik hang daar bijna al deze uitzendingen. En ik wil er steeds meer op gaan ophangen. Dus zoek me op, Makerea. Zorg ervoor dat je de volgende week weer erbij bent. Fijne avond.